Gisteren stond Kink natuurlijk ook in het teken van de landelijke actie rondom Giro 555. De opbrengst van die gele actie die kwam uit op 106 miljoen euro... met alle televisieshows en nog meer radiozenders die daaraan meededen. En er komen dan ook veel beelden van bombardementen en vluchtelingen voorbij. Ja, wat ik net al zei, als je je telefoon opent, dan zie je wel iets voorbij komen. En gek genoeg is het front in Oekraïne niet het enige waar de oorlog gevochten lijkt te worden in deze huidige tijd. Je zou kunnen zeggen dat we inmiddels ook in een soort cyberoorlog zitten. Influencers op TikTok die bepaalde boodschappen verkondigen. Er wordt geknoeid met beelden via social media. En techgiganten die schijnbaar Rusland in de weg proberen te zitten. Althans, heb ik het zo een beetje goed? Arnoud Wokke van Tweakers, goedemiddag. Goedemiddag. Beschrijf ik het een beetje goed zo dat we nu ook een nieuw digitaal front hebben waar het een en ander wordt uitgevochten? Ja, ik zou denken zelfs meerdere digitale fronten. Want je hebt natuurlijk aan de ene kant de virus en de malware die ze elkaar proberen toe te sturen. En aan de andere kant heb je natuurlijk de techgiganten die proberen maatregelen te nemen om Rusland vast te zitten. Dus ja, je hebt op meerdere plekken heb je een digitaal front eigenlijk. Ja, en dat is volgens mij, want ja, ik zat zo een beetje te brainstormen toen ik al die headlines zag de afgelopen paar weken. Volgens mij is dit echt het eerste conflict waarbij dat het is natuurlijk niks in vergelijking met het leed wat daar daadwerkelijk in Oekraïne gebeurt en de mensen die moeten vluchten en et cetera. Maar het lijkt toch wel echt gewoon nu een wapen te zijn, als het ware. Ja, dat is het zeker. En dat zie je ook al dat het invloed heeft op het dagelijks leven in Rusland. Door als je daar met de metro gaat in Moskou, ja, dan kon je tot aan een paar weken geleden gewoon met je telefoon betalen, zoals zoveel mensen hier ook doen. En dat gaat nu niet meer, dat werkt niet meer. Dus ja, dan moet je weer met cash betalen, met als gevolg enorme rijen natuurlijk. Ja, want dan is er nog maar één pinapparaat over. Want ja, wie gaat er nou nog pinnen? Of althans, wie gaat er nou nog cash uit een muur halen, zeg maar? Ja, voor mij werkt zelfs dat al niet of nauwelijks meer in Rusland. Dus ook daar hebben we last van. Ja, de laatste paar dagen ook veel headlines van techbedrijven. Zoals bijvoorbeeld Apple, die zeggen, joh, we sluiten al onze winkels daar. En we gaan geen iPhones of wat dan ook meer verkopen. Ook heel veel gamebedrijven die zeggen, joh, je kan geen spelletjes meer van ons kopen. Zoek het maar lekker uit in Rusland. Heeft dat nou echt zin? Ik weet niet of het zin heeft per se, maar het heeft in ieder geval wel heel veel impact. Wat er tot nu toe niet is gedaan, is bijvoorbeeld de Apple heeft nog niet de App Store afgesloten. Nee. Dus je kan nog gewoon op een Russische iPhone apps downloaden. En je kan niet meer op Facebook. Dat heeft Rusland zelf afgesloten trouwens. Dat heeft Facebook niet gedaan. Maar je kan nog wel op Instagram en WhatsApp, die daar mateloos populair zijn. Ja. En ja, je moet je voorstellen, daar zijn mensen helemaal niet zo handig als wij. Ze zitten gewoon 6 uur per dag op hun telefoon. En die willen ook gewoon op hun Instagram stories bekijken. En op WhatsApp hun ouders laten weten dat alles goed met ze gaat. En dat kan nog gewoon. Dus ja, dat is nog wel. Als dat ook afgesloten wordt, ja, dan heb je wel echt heibel in Rusland, denk ik. Want dan hebben mensen gewoon een paar uur per dag niks meer te doen wat ze normaal wel doen. En dan is het wel echt een andere zaak. Denk je ook dat gaat gebeuren? Denk je dat Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, dat ze inderdaad die kraan dan dicht gaan draaien? Ik weet het eigenlijk niet. Er zijn de afgelopen weken zoveel dingen gebeurd die ik nooit voor mogelijk had gehouden, dat ik eigenlijk geen voorspellingen durf te doen. Ja, dat snap ik. Het zou kunnen. En als het gebeurt, ja, dan is het iets met een gigantisch veel impact. En dat is ook iets voor de toekomst, zeg maar, waar we dan bij stil moeten staan. Dat dit dus. Want we dachten altijd, internet is een wereldwijd fenomeen. En alle apps die kun je eigenlijk wel in bijna alle landen, behalve Noord-Korea, kun je wel gebruiken. Ja. En nou ja, dat wereldbeeld kantelt nu. We hebben echt een soort internet voor ons in Europa en in Amerika. En dan heb je in Rusland heb je dan een heel ander internet met andere apps en andere dingen. Het doet me een beetje denken aan China ook. Want daar heb je ook allerlei apps die wij hier niet hebben. En zeg maar onze Twitter, klinkt zo gek om te zeggen, maar onze Twitter kan je absoluut niet bijkomen in China, geloof ik. Ja, klopt. Ja, die hebben wel een soort van afgesloten internet. En ja. Rusland hing daar tot nu toe tussenin, maar je gaat nu ook die richting uit inderdaad. En stel WhatsApp gaat neer daar, Instagram gaat neer. Bijna alle mogelijke communicatie naar het buitenland via apps, dat gaat neer. Maar kan dat dan niet meer in het voordeel werken van Vladimir Poetin? Die, zoals we al een aantal voorbeelden hebben gezien deze week, steeds meer influencers en dat soort middelen inzet om juist zijn boodschap meer naar voren te brengen. Ja, ik denk het wel. Want wat ga je dan doen als je telefoon, als je daar niks meer op hebt? Ga je waarschijnlijk tv kijken. En ja, de tv-zenders heeft hij helemaal in handen. En daar zeggen ze alleen maar dingen die in zijn voordeel zijn. Ja. Dus ja, maar ik denk aan de andere kant, als hij er veel voordeel in ziet, ja, dan doet hij dat wel.
Ja, ja, precies. Ja. Dus kennelijk ziet hij ook een groot nadeel. Misschien dat mensen, dat hij verwacht dat mensen dan in opstand komen of in elk geval op een andere manier onrustig worden. Wat niet in zijn voordeel is. Want anders had hij het wel gedaan. Hij grijpt alle middelen aan om deze strijd in zijn voordeel te beslechten natuurlijk. Ja, er lijkt een soort wereldwijde boycott te zitten op alles wat uit Rusland komt dus. Als het dan gaat om gadgets of online diensten, zijn er voorbeelden van waar wij dan op moeten letten als Nederlanders? Nee, niet echt. Ja, je hebt wel antivirus van Kaspersky. Dat komt oorspronkelijk uit Rusland en die probeerde zich al jaren te distancieren ervan. Oh, die hebben ze in Zwitserland gevestigd. Klinkt ook totaal niet Russisch natuurlijk. Precies. Klinkt wel Russisch. En voor de rest valt het eigenlijk wel mee. Komen er niet heel veel dingen uit Rusland. Ja. Maar als we ditzelfde ding zouden hebben met China bijvoorbeeld. Ja, dan hebben we natuurlijk wel een heel groot probleem, want er komt heel veel uit China. Ja, eigenlijk meer dan dat we ook ons realiseren, denk ik, toch? Ja, klopt. Ja, TikTok, om maar eens iets te noemen, komt uit China. Heel veel mensen hebben een Chinese telefoon in hun zak. En sowieso, als die niet van een Chinese fabrikant is, is die vaak wel in China in elkaar gezet. Een conflict als dit met China heeft veel verstrekkende gevolgen nog. Ja, het mag gezegd worden, de wereld is sinds deze oorlog niet meer hetzelfde. We moeten natuurlijk nog afwachten en hopen dat het zo snel mogelijk voorbij is. Denk je ook dat de online- en techwerelden sinds een paar weken voorgoed veranderd zijn? Ik denk het wel. Zeker hoe mensen ernaar kijken. Nu zijn we ons meer van bewust dat de wereld geen groot dorp is, zoals we vroeger nog wel eens dachten. Nee, precies. Arnoud Wokke van Tweakers, dank je wel. We gaan alles natuurlijk in de gaten houden, ook op de digitale front.